Je zal maar één taak hebben en die keihard verneuken. En dat gaan wij dus niet doen, maar wij gaan wel reageren op mensen die dat wel hebben gedaan. Ik heb hier een aantal foto's van mij van mensen die hun taak niet zo goed hebben gedaan. En daar gaan wij op reageren. Dus heb jij daar nog zin in? Smashen je blauw duimpje omhoog. En abonneer ook meteen even op mijn kanaal. Zal ik ook heel erg aardig vinden. En shout-out naar deze persoon voor het abonneren op mijn kanaal. En shout-out naar deze persoon voor het volgen op Instagram. Mijn Instagram staat in de beschrijving. En dan gaan wij maar meteen even lekker beginnen. Laat trouwens even weten in de comments of jij ooit dat hebt gedaan. Wat je moest doen en wat je echt kon. Compleet heb verneukt. Ik in ieder geval wel. De eerste foto, we zien hier twee knuffels. En bij de linker staan de ogen nog best oké. Maar bij de rechter, ik weet niet wat er is gedaan, maar de ogen zijn er compleet scheef opgenaaid. De rechter zit wel goed, maar het linker oog, die is gewoon helemaal random. Maar als je op de achtergrond kijkt, je ziet ook best wel gewoon van die, het is volgens mij best een goedkope winkel. Dus ik vind het nog wel oké. Het moet kunnen, weet je. Als je knuffel een paar cent kost, weet je, dan mag het van mij wel. Hier hebben we een shirt met Asia. Serieus, dit is niet Asia, oké. Ze hebben gewoon letterlijk Afrika op een shirt gezet. En ze hebben Asia eronder gezet. Echt, ik weet niet wie dit shirt heeft gemaakt. Maar degene die dit shirt heeft gemaakt, ik weet niet wat hij aan het doen was. Maar hij heeft zijn taak in ieder geval niet heel goed gedaan. Wat best wel logisch is, want anders zit hij niet in deze video. Hey, we hebben hier een lekker ijsje. En op de verpakking zien wij het chocola op het ijs zitten. En niet op het horentje. Maar het... Echt, ik weet niet wie dit weer heeft gedaan hoor. Maar het chocola zit om het horentje heen. Waarschijnlijk is het ijsje nog steeds net zo lekker. Maar dit is ook weer echt helemaal fout gegaan. Ik ken het hele ijsjesmerk ook niet. Waarschijnlijk is het gewoon een ijsjesmerk uit, weet ik veel, uit India of zo. Gewoon een of ander land waar andere ijsjes zijn. Ik zeg maar wat. Een rekenmachine, left en right. Op het knopje left zit een pijltje naar rechts. En op het knopje right zit een pijltje naar links. Besef dit even. Ik denk dat deze rekenmachine wel... Oh, nee, dat is geen rekenmachine. Dat is een afstandsbediening. Ik weet niet eens wat het is. In ieder geval iets met knopjes. Ik denk echt dat deze gewoon honderden duizenden keren is gemaakt. Gewoon om te verkopen. En dat ze bij allemaal zo eruit zien. Gaan we even naar jouw afstandsbediening kijken. Dat kwam er heel lekker uit. Gaan we even naar jouw afstandsbediening kijken. En misschien is dat wel gewoon jouw afstandsbediening. Dat zou wel echt heel geniaal zijn. We hebben hier een rugtas met Batman erop. Batman! Batman, serieus! Letterlijk, dit is Superman! Wat? Hoe kan je zo dom zijn? Je ziet letterlijk een logo met een S en dan zet je Batman op de tas. Ik weet niet hoe je hierop komt. Hey, als je fan bent van Batman en Superman, is het best wel een coole rugzak, denk ik. Een pak, dit is een pak, geen idee. Een pak met iets erin. En de knop van het pak, of het dingetje waarmee je het openmaakt, dat zit gewoon niet bij het gat van het pak. En dit is wel echt een hele grote fout. Volgens mij, als je dit pakt en je houdt het op zijn kop, dan gaat ook meteen alles eruit. Ik denk trouwens dat dit best wel nep is. Ik denk dat iemand het er gewoon eraf heeft getrokken en het daar heeft gezet. Want als je dit in de winkel legt, dan mos je toch alles. Dat kan niet. Derde plek. Derde. Oh my god. Er moet 3 RD staan volgens mij. In plaats, dat ST kan alleen als je eerste bent geworden. Ik weet niet wie dit heeft gedaan. Maar hey, je hebt wel hele mooie rode schoenen, man. Hey, ik zeg je eerlijk, ik heb ook rode schoenen. Een taco. Dit is van Taco Bell. Wat is hier mis mee? Nee, ik zie het al. Oh, nee. Ik zou oprecht teruggaan naar de balie en zeggen, wat is dit? Heb je het nog niet gezien? Letterlijk al het sla, het vlees, noem maar op. Zit niet in de taco. Maar naast de taco. Je kan het er zelf wel in doen. Maar what the fuck? Waar betaal je dan voor? Voor een lege taco met sla? Back to school. En dan alleen maar messen. Oh nee, dit kan... Dit kan echt niet. Dit kan echt niet. Dan ga je even lekker met je kind naar school. En dan zie je allemaal messen. Kijk mama, back to school. Ik heb een mes nodig voor school. Zodat ik iedereen kan prikken. Ja, woehoe. Waarschijnlijk is het ook in Amerika. En in Amerika zijn af en toe wel wat dingen gaande. Dus dit is misschien niet het allerslimste wat je kan doen. Ja. Een auto met strepen en... Dit is niet dat je je werk fout doet. Dit is meer van, fuck dit. Dit is niet mijn taak. Waarschijnlijk moest iemand gewoon die strepen leggen. En denkt, ja, zet de auto er weg. Nou, dan zet ik die strepen gewoon lekker op de auto. Als dit mijn auto was, ik weet niet wat het is. Ik weet niet of het verf is of gewoon duct tape. Ik zou helemaal gek worden. Like, wat? Do not enter. Enter only. Hè? Mag je hier nou wel naar binnen? Of mag je hier niet naar binnen? Ik snap het niet. En waarom zit er in de reflectie zo random een schaar? Snap ik ook niet helemaal. Maar nu is de vraag. Stel je voor, je komt gewoon ergens binnen en je ziet dit hangen. Wat zou jij doen? Zou je naar binnen gaan? Of zou je gewoon denken, hell no, ik ga weg. Ik mag hier niet naar binnen. Oh nee, dit is...
Oh, iemand koopt een advertentie en dan worden mensen ingehuurd om het op te hangen. En dan links moet het gezicht zijn en rechts moet dus het onderlichaam zijn. En ze hebben het helemaal verpest. Je ziet dus eerst onderlichaam en daarna bovenlichaam. Hey, die is wel een hele knappe vrouw hoor, moet ik zeggen. Een wc-rol. En in de wc-rol zit nog een rol. Ik weet niet hoe mensen dit voor elkaar hebben gekregen. Ik weet niet waarom je dit zou willen, waarom je dit zou doen. It's a boy! Woo! En dan is letterlijk de hele vlag, of wat is het überhaupt? Slingers of zo? Ik heb geen idee. Is gewoon roze. Alleen met meisjes achter met, woo, it's a boy, yes! Maar hey, als je meteen al wil dat je zoon een meisje wordt later, dan kan je het wel kopen, denk ik. Maar het is best wel een beetje raar. Dit is gewoon echt een hele domme fout. Ik snap überhaupt niet waarom je zo'n fout kan maken. Wow. Dit is heel spacend. Een deurklink? Maar de deur zit er verkeerd in. Of, als je die deurklink omhoog doet, kan je hem dan niet gewoon weer dicht doen? Nee, dat kan niet, want dan komt hij tegen het hout aan. Hoe kan dit? Die deurklink moet aan de andere kant. Nee, sowieso aan beide kanten zit een deurklink. Oh, ik weet het al. Die deurklink die moet niet zo zitten, die moet zo zitten. Dus de deurklank zit er, klank, ik heb geen idee. Die zit er gewoon verkeerd om op. Hey, is niet heel slim, maar is volgens mij best wel makkelijk aan te passen. Hey, dat scheelt. Fanta, maar dan op zijn kop. Ik zweer het je, als ik dit blikje zou vinden, ik zou hem ook gewoon kopen. Dit is eigenlijk gewoon best wel geniaal. Dan heb je gewoon een legendary Fanta blikje. Ik weet niet wie dit heeft bedacht. Ik denk ook niet dat dit een fout is. Ik denk dat dit gewoon expres is gedaan, zodat mensen denken, what the fuck? Letterlijk het handvat van de mok zit aan de binnenkant. Dus als jij daar hete koffie in doet, of hete thee, of hete chocomel, of hete... nog iets? Ik geen idee. Dan verbrand je je handen, want je kan er niet aan een handvat vast. Ja, je kan wel, maar dan verbrand je ook je handen. Ja, oftewel, het is niet heel erg slim degene die dit heeft gemaakt. Een trapleuning, serieus. Hoe kan je zo'n trapleuning maken? Letterlijk als je aan de linkerkant van de trap loopt, dan kan je er niet doorheen dat er opeens zo'n paal zit. Waarom zou je dit doen? Letterlijk dat middelste stukje moet ze gewoon eruit zagen. Dan heb je wel een normale trapleuning. Ik snap niet waarom je dit zou doen. Ik snap ook niet dat je mensen kan inhuren die zo dom zijn. Hoe kan je zo dom zijn dat je dit doet? Maar gelukkig kan je er wel om daardoor. Hé, dat scheelt natuurlijk weer. Misschien was het al de bedoeling. Alleen weet ik niet wat het idee erachter is. Dat kan natuurlijk ook. Ik zou alleen niet weten waarom. Een tarantula. Een chocolaatje is dit volgens mij. Alleen er zit een kakkelak in. Dan verkoop je een vogelspin van chocola. Of wat dan ook. En dan doe je er een kakkelak in. Ja, Animal Planet. Ik weet niet wat Animal Planet hier aan het doen is. Maar dit is niet heel slim. En als dit chocola was, ik zou het ook niet eten. Want dan ben je voor je gevoel gewoon een kakkelak aan het eten. Laat even weten in de comments. Zou je dit eten? Ik niet. Stop! Je mag hier niet doorrijden. Maar wat er eigenlijk staat is de O en de T moeten omgedraaid worden. Ja, dit gaat nog best wel een dure grap worden volgens mij om het op te ruimen. Geen idee hoe je die verf van de straat op krijgt. En dan moet je ook weer eens nieuwe letters zetten. Echt GG. Degene die het heeft gedaan, heel netjes gedaan. Echt topwerk. Oh, je zou maar een nieuwe keuken hebben. En dan zie je dit. Twee laadjes die gewoon allebei niet open kunnen door de hendel. Echt, ik weet niet wie dit heeft bedacht. Dit is ook weer iets wat niet heel slim is. Dus eigenlijk moeten de hendeltjes hier gewoon af. Alleen, hoe ga je dan het kastje open krijgen? Niemand die het weet. Maar hey, gelukkig kunnen de kastjes nog wel een klein beetje open. Dus als je alles gewoon aan het begin legt, kom je er nog wel bij. Alleen, het is wederom niet echt heel erg slim gedaan. Ketchup, mayonaise, mosterd. Ik zie hem nu pas. Oh, de mayonaise. Die staat onder het kopje mosterd. En de mosterd staat onder het kopje mayonaise. En dit is eigenlijk best wel erg. Stel je voor, je bent allergisch van mosterd. En je doet gewoon lekker mayo erop. En je hebt een beetje mosterd in je bek. Dan ga je dood. Ja, is niet zo heel slim. Gelukkig is het een kwestie van stickertjes omruilen. Maar. Wat? Dentist assault. First name. Dit heb ik ook een keer gehad. Ik heb vroeger op een filmopleiding gezeten. En je hebt van die kopjes. En dan moet je automatisch wat invullen. Maar er staat bijvoorbeeld first name en last name. Maar dan moet dan je eerste naam en je achternaam staan. Maar soms vergeet je dat. Bla 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 bla. In ieder geval, ik deed het op school. Maar dit is in het nieuws. Daar hoort gewoon zijn eerste en zijn achternaam staan. Maar daar staat first name en last name. Dan weet je, dit soort van die grapjes. Het is niet zo professioneel. Maar ik zou er wel helemaal stuk op gaan als het op tv komt. Dus dit zou ik nog wel oké vinden. Niemand heeft hier eigenlijk last van. Sterker nog, de crimineel. Ik denk, dit is een crimineel. Die moet alleen maar blij zijn, want zijn naam is niet in beeld. Woe! Goeie slagboom, man. Hele goede slagboom, man. Echt, ik zou hier echt niet omheen kunnen rijden. Maar nu vraag ik me af, hè. Is hij gewoon afgechopt, gehakt? Of
is hij echt zo kort. Want als hij echt zo kort is, ja, je kan er gewoon omheen rijden. Het heeft helemaal geen nut. En dan hebben we hier de allerlaatste. The job is well done. Nee, dat is hij zeker niet. Er staat hier dat het werk goed gedaan is. Nou, het werk is niet goed gedaan, want het is een gelukskoekje. En in dat gelukskoekje hoort een papiertje te zitten. Maar dat papiertje zit nu niet in het gelukskoekje. Dit is echt gewoon... Het lijkt wel alsof dit expres is gedaan. Die tekst erbij, dat kan niet. Dit kan gewoon niet. Dit is gewoon volgens mij expres gedaan. Maar mensen, bedankt voor kijken. Laat nog eens even weten of jij ooit wat hebt gedaan waarvan je denkt... Oh, wat was ik dom. Laat het even weten in de comments. En abonneer ook even op mijn kanaal. Want ik zie dat heel veel mensen die deze video kijken niet geabonneerd zijn. Dus als je abonneert, zou ik het heel graag waarderen. En dan zeg ik, later mensen.